In Zutphen maken ze alle nestelplaatsen van de koutjes dicht. Over een paar jaar zijn ze er nu weer. En dit is nou echt een heel leuk vogeltje, heel slim. Het is een nachtbroeder. En alleen door die energietransitie zijn ze het haasje. En de woningbouw neemt het nooit voor ze op. Ze hangen wel nestelkasten neer voor musjes en voor vleermuizen. Wat volgens mij niet echt helpt. En ze maken al die daken, spuiten ze tegenwoordig dicht met piepschuim en peurschuim. Nou, ik zit ernaast te filmen. En je mag het niet eens filmen, worden ze boos. Dus ze weten echt wel wat ze aan het doen zijn. Maar ik had een vriend. Pascal heette die. En die... die hielp mij wel eens met de koutjes. Maar ik hoorde dat hij overleden was. Bleek dat hij 12 hersentumoren had. De jongen was nog geen 35 of zo. En ik heb dit jaar wat meer gehoord van mensen die, moeders die naar me toe kwamen. Dat een dochter was overleden en nog een vrouw, dat de zoon was overleden. Eentje door die ziekenhuisbacterie in Zutphen. En die andere meisje werd ziek en die gaven ze steeds per ongeluk het verkeerde. Nou, die ging ook dood. Moeder helemaal verstreek. Echt vreselijk om te horen. En ondertussen spuiten ze ons de hele dag maar vol met die troep. En overal neonicotines. En ze vallen met bosjes om. Tegenwoordig moeten de ouders van hun kinderen afscheid nemen op een of andere manier. Zo, even kijken. Beetje rode lucht. Ik heb het echt te doen met die koutjes. Daarachter zitten ze ook nog en boven in die top. Zie je dat? Echt heel treurig. Dus mensen met particuliere huizen, jullie kunnen nog die kapjes eraf halen voor de koutjes. En het is echt een heel leuk vogeltje en hij blijft jaar in jaar uit terugkomen. Erg hè, wat we met de natuur doen. En ondertussen geven ze ons de schuld, terwijl de boosdoeners, de mensen die bommen gooien en daar weet ik wat allemaal, de vervuilers, die worden vrij, die gaan vrij uit en wij krijgen de boeman toegestuurd. Bah, onze mooie natuur, voor hun is het gewoon biomassa, maar voor mij is het gewoon het mooiste wat er is. En hoe ze ermee omgaan. Vreselijk. En ze kunnen ook zo mooi vliegen in de storm, die koudjes. Nou, ik ben er helemaal verdrietig van. Maar het komt ook weer terug op ons bordje, als we niet goed opletten. Nou, doedeldokie.